Danny's killed on the blauw. Van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shine Sprite. We hebben een absoluut nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty Rondje. Yes, ik mag wel lekker gaan tekenen, want ik had het niet goed genoeg gedaan. Want hij is een loserboy. Nee, nou, daar ben je wel, maar niet hierom. Nou, en we raden zeker om iets wat ik heb, zeker? Ja. Hoezo, boy? En daar gaat het fout. Echt, ik zet zo meteen die sensitivity van mijn muis gewoon op standje max. Dan jezus, dan giet ik hier gewoon doorheen. Go to the library. Nou, als jij naar de library wil, dan doen we dat. We zijn de moeilijkste niet. Hallo, de game wel. De game is wel de moeilijkste. Ah, nog één. Kunnen ze niet alles compacter maken in het kasteel? Ja, hè? Ja, sorry, weer erop met level 2. Jammer in de Jenny. Hey, jammer in de Jenny, jij bent toch zo'n vuile bit, hè? Ron opzouten. Akio. Go to the library. Hey, Ron kan teleporteren, what the frick? Krijg de teleportering. Dat zouden ze zeggen. Ja, dat zouden ze zeker zeggen. Joh, was het niet... Kon ze niet iemand anders verzinnen waar ik tegen kan battelen? Jezus. Hij mag weer tegen een draker van de Malfides. In zoverre is het lopen naar de biep. Oh, jammer, Jenny. Ja, ik vind het wel jammer dat je maar één beurt hebt iedere keer. Niet zoals bij de gevangenen van Azkaban, dat je eerst Harry had en dan Hermeline en dan Ron. Ja, maar ik vind het wel goed dat je... Ja, maar hun hebben dan ook elke keer één beurt, hè? Zo kan je dan twee keer achter elkaar dezelfde persoon fixen. Dat is op zich wel nice. Dezelfde persoon gebruiken om een aanval te doen, zeg maar. Ja, dat is waar. Voor het geval diegene net iets sterker is of beter gesproken heeft. Oh, ik moest hem hierop gebruiken, oké. Okay. Excellent! Abadakadabra! Abidikadivi! Inderdaad, Abidikadibri. Ventus! Nou, op naar de biep. Kijk, was de biep deze kant op? Volgens mij wel, hè? Lijkt er wel op. You win! Geef mij maar de gids die je in de originele die op de console game gewoon hebt. Dat is Hazendhoofd de Henk in plaats van dat vingertje. Go vingertje. Vingertje. Nou, daar gaan we weer. Echt, game design is echt zo slecht. Ja, klopt. Het is... Maar ja, de DS was toen ook nog niet echt op zijn best, hè?
Flipando. Oh, het is iedereen op Harry, oké. Okay. Ja, great is goed genoeg. Ah, oh top. Ja, ik zit gewoon echt met Harry continu zelf spreuk te doen. Gewoon puur om te kijken of ik die kan levelen. Nou, nog één. Lekkering. Huile beta. Rom, tief en end op, dank je. Great, oké, okay, wat? Because you love great balls. Nou, en dat was de fight. Zo, hoppatee. Oh, Milan moet gaan nablijven. Dat klopt, ja. I have to blive after. Wacht, maar dit is toch niet de, dit is toch niet de beep? Jezus. Kunnen we gewoon teruggaan naar de GameCube versie, zodat we nog gewoon konden zien en niet de camera om de 5 seconden moeilijk aan doen was? Echt, hè? Nou, ik vond de computerversie van 1, 2 en 3 het leukst. Alleen, helaas hebben ze nooit meer een game zo gemaakt. Nee, klopt. Ja, weet ze nou welke kant we op moeten? Jezus. Hey, Flitwick. Even kijken. Wat is de beste van... Echt, ik heb hier echt... Dit komt helemaal niet goed. Wat de... Oh, ik heb hem klaar. Top. Hoezo, boor? Maat, heb je niet waar je het over hebt? Outstanding. Oh. Hotseflot. Ah, loser. Incendio. Hufflepuff. Nee, dat is niet waar. Ravenclaw. Ik word hier gewoon gesaboteerd. Ja, nee, ik maakte een foutje. Precies. hoort hem hier lachen. Dit is voor mijn tijd. Misschien dat ik ooit van mijn leven erin ga winnen. Slytherin. God. Oh. De pulso. Akio. Lacrim. Muggles. God damn it. Azkaban.
De stunning, stupefy. Lanning gaat winning. Incendio. Die weet ik niet. Incendio. Stupefy. The future? Yep. Acceptable, hè? Jesus Christ. Zeg maar, dat vingertje is ook niet echt altijd vertrouwbaar, of wel? Nee, dat helpt niet altijd, nee. Snippa! Vuile beta. Echt hoor. Nou. Camera! Wat vind je het moeilijk? Nou, ik ben er hoor. En jij mag sterretjes gaan kijken. Oh, wat is dit? En zo zie je, dan krijg ik echt van die vormpjes waar je zoiets hebt van ja, maar dit slaat helemaal nergens op. Daar gaan we wel voor, ja. Nou, wat een voordeel dat ik naar de... Moest ik naar de beep? Naar Flitwick. Oh, goddammit. Het kasteel is zo tantoe groot. Holy shit. Ja, het kasteel is wel een stukje groter hier. Hoe werkt dit dan weer? Zo, outstanding gewoon. Bankering. Zeker lekker. Zo hoort dat. Ik heb geen tijd, serieus. Ik wil graag door. Hier, ik zit gewoon aan te rammen, want we moeten door. Ja, beware of fudge. Ja, oké. Okay. Oh, en... Is het nou al winter? Ja, mijn vliegt de tijd. En we gaan nou al de orde maken, oké. Okay. Dat gaat snel. Ja, wie heeft er een L besteld? Op zoek naar de room of requirement. Op naar de greenhouse. Hermelin opzouten. Je moet dat navigeren, joh. Het is bijna lachwekkend. Ja, dat navigeren, daar klopt. Dat is echt gewoon...
Daar moet je dan maar wijs uit halen. Precies. Nou, dan gaan we. Dan mag ik eventjes mooie sterrenbeelden gaan kijken. Blijkbaar deed ik het niet goed. Hè? Huh? Blijkbaar deed ik het niet goed. Oh, hi, Snape. Severus Snape. Nou. Zo. Op naar apology. Ik heb geen tijd, ik moet naar Milan. Op Zouten! Ik snap helemaal niks van deze minigame. Want de statue dat is in my way. Welk standbeeld? Nou ja, het ding zegt dat ik deze kant op moet, dus dan gaan we deze kant op. Oh, dit standbeeld. Lekker dit. Ik snap helemaal niks hiervan. Nou, bij mij wilde hij niet eens Wingardium Leviosa doen. Doe gewoon Wingardium Leviosa. Nou, het heeft bij mij geen zin erin. Nou, ik heb geen idee waarom je het niet doet. Kom op, Harry. Doe gewoon weer Wingardium Leviosa, jongen. Nou, bij mij wil Harry echt weer Wingardium Leviosa niet meer doen. Nou, Harry, doe gewoon weer Wingardium Leviosa! Jezus, wat een gezeik. Nou, we gaan. Dat is bij deze maar in één keer. Nee, natuurlijk niet. Ja, hij is echt zo. Oh, wat een gezeik.
Oh, tijd is voorbij. Nou, ik moet zeggen, maar... Oh. Bedankt voor het kijken. We hebben allebei struggles en we snappen het allebei niet. Dus ik hoop dat het me nu lukt en dat het jou ook lukt. Want ik heb geen idee waarom. Ja, anders hebben we nog een probleem. Zeker. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.